Hey guys, ik heb de afgelopen dagen echt niet zo heel erg lekker gevoeld. Het begon donderdag met denk ik een migraineaanval. Ik heb al nooit migraine gehad in mijn hele leven, maar volgens jullie en anderen was het een migraineaanval niet echt heel spannend en leuk. En de dagen daarna voelde ik me futloos en gewoon niet echt lekker in mijn vel, weet je wel. Niet echt op en top fris. Dus ik heb heel veel me-time gehad. Ik heb heel veel in bed gelegen, serie gekeken. Gewoon tijd met mezelf doorgebracht. Niet echt om te werken of wat dan ook. En toen kwam in me op, toen ik nog een video moest maken voor vandaag, dacht ik van, hey, ik ben een hele tijd geleden in oktober door Vera getagd om de me-time tag te doen. Met allemaal vragen over me-time. Lekker toepasselijk, want ik ben nog steeds een beetje futloos. Maar goed, ik vond het wel leuk om deze tag voor jullie te doen. Dus ik ga vandaag de vragen van de me-time tag beantwoorden. Hij is oorspronkelijk bedacht door Essie Button. Ik ben een hele leuke YouTuber. Vraag 1. Wat kijk je of lees je tijdens me-time? Nou, ik heb dus een nieuwe serie ontdekt. Eigenlijk sinds ik me niet zo lekker voelde, maar ik ben inmiddels alweer 9 afleveringen verder. En dat is Once Upon a Time. Ik had een artikel geschreven over dat ik zo hou van sprookjes. En toen raden heel veel van jullie raden me... als jullie afvragen wat ik deed, ik schudde mijn mouw een beetje omlaag. Heel veel van jullie raden me toen Once Upon a Time aan. En ik weet niet of ik het een hele goede serie vind tot nu toe. Want het acteerwerk is af en toe niet zo goed. En heel veel greenscreen. En het is gewoon de monsters van tijdens sprookjes en zo. Die zijn niet even mooi altijd. Maar ik vind het wel een hele leuke serie, want ik ben dus heel veel nu bezig met sprookjes en er worden heel veel sprookjes op een hele andere manier verteld. En dat vind ik wel heel erg leuk. Dus zeker een aanrader, Once Upon a Time, dat staat op Netflix, als je Netflix hebt. En wat lees ik op het moment? Op het moment lees ik eigenlijk niet echt iets. Maar ik wil wel heel erg graag beginnen in Vivian vs. The Apocalypse. Moeilijk woord, man. Het is een Engels boek. Ik heb hem gekregen van Sanne, Books & Quills. Die werkt bij een uitgeverij. Die had me het boek opgestuurd van hen. Superleuk. En daar ga ik binnenkort maar eens in beginnen. Vraag 2. Wat draag je tijdens me-time? Hashtag no bra. Ik vind het zo grappig, want ik heb dus helemaal niet met mijn BH dat ik denk van dat die per se uit moet of zo. Het is wel comfortabel, maar bij mij niet per se de hashtag no bra. Wat draag ik tijdens me-time? Sowieso weinig make-up, net zoals nu. Haar in een rommelige knop bovenop mijn hoofd. Want dat maakt me eigenlijk nooit uit hoe hij eruit ziet. En een lekkere comfortabele trui. Dus eigenlijk ben ik compleet gekleed op me-time. Ik hou heel erg van dit soort truien. Deze is van Forever 21. Wel al van vorig jaar. Dus hij is sowieso niet meer te koop. Maar er staan hele schattige katjes op. En ik heb nog een paar van mijn favoriete truien erbij gepakt. Dit is geen trui, maar dit is echt het meest belachelijke ding wat ik heb. Dit is een onderdeel van mijn Frozen pyjama die ik Merkform had gekocht in Turkije. Het is zo'n lelijk ding, maar ik hou er zo van. Het is ook zeg maar echt een complete kopie steeds van hetzelfde plaatje. Hetzelfde plaatje staat er gewoon 1000 keer op. Maar het is zo leuk en zo schattig en ik hou er zo van. Het is lekker een comfortabel ding, gewoon van katoen. Dan deze trui van Boohoo, die heel groot is en heel grof gebreid. Er zitten scheuren in hier. Vind ik wel grappig. Mijn Diamond Zoo trui, omdat die gewoon lekker basic is, maar wel met een toffe opdruk. En hij is van binnen lekker zacht. Natuurlijk de Smoking Dog trui, die van binnen ook heel zacht is. Nog zachter dan die andere. En hij heeft een leuke opdruk. En ik hou ervan. Ik heb deze echt heel vaak aan. En tot slot Beatles trui, wederom van Forever 21. Eigenlijk vind ik deze opdruk echt heel lelijk, maar ik vind het wel leuk dat de Beatles erop staan. En wederom een zachte trui waar je lekker in kan wegkruipen. Het maakt me niet zo uit wat voor trui het is. Ik hou ook van die hoodies met zo'n capuchon eraan. Maar als het maar comfy is. En natuurlijk joggingbroek. Ja, ik ga natuurlijk niet in mijn spijkerbroek me-time houden. Oh, en deze vind ik trouwens ook vet leuk. Deze had ik in mijn vorige video aan. Dinosaurussen, maar helaas ook niet meer te koop. Het zijn allemaal dingen van echt al meer dan een jaar geleden. Wat zijn je favoriete beautyproducten om te gebruiken tijdens me-time? Nou, ik hou natuurlijk van maskertjes. En hoewel ik heel veel fijne maskers heb gebruikt, blijven de Dr. Van de Hoog maskers altijd grote favorieten bij mij. Ze zijn gewoon altijd goed en altijd prima. Ze zijn lekker basic en ze werken gewoon. Ze doen wat ze beloven. Daarnaast hou ik ook wel heel erg van crèmetjes, vooral voor mijn handen en voor mijn voeten. Mijn voeten heb ik best wel vaak last van, dus dan vind ik het lekker om ze in te masseren. En deze is van de Body Shop, de Peppermint Cooling Foot Lotion. En deze is van Rituals voor je handen. En dit is de Miracle Cream White Lotus en Ginkgo Biloba. En het is echt een super dikke handcreme. Dit moet je wel echt doen voordat je gaat slapen, want het is echt zo'n dikke creme. Je handen worden helemaal vettig en heel rijk van heel rijke handen.
De crème is heel rijk, dus je handen zijn echt mega gehydrateerd. Als je dit ding aanbrengt voordat je gaat slapen, zijn je handen de volgende dag gegarandeerd super zacht. Wat is momenteel je favoriete nagellak? Ik heb afgelopen week besloten om alleen nog maar producten te gaan gebruiken en promoten die dierproefvrij zijn. Dus dat was best even zoeken, want vrijwel al mijn nagellak is niet dierproefvrij. Alle nagellak die ik nu nog heb, maar dus weg ga doen. Maar ik kwam deze tegen, China Glaze. En deze heet Marry a Millionaire. En deze is prachtig. Deze is zo mooi. Het zijn allemaal paarsje en een beetje... Het is een beetje multicolor, maar de overheersende kleur is paars en groen. Een soort van strookjes. En die laten echt geweldige glitters op je nagels achter. Het is een beetje lastig er vanaf te halen, maar als ik me dan toch ga optitten, dan kan ik net zo goed gewoon heel veel glitters op mijn nagels smeren. Deze is echt heel mooi. Wat is momenteel je favoriete kaars? Nou, zoals jullie weten hou ik heel erg van geurkaarsen. Ik heb er twee bij gepakt. Eentje die wel vrij makkelijk te verkrijgen is en andere die wat minder makkelijk te verkrijgen is. Ten eerste een IKEA kaars. Deze ruikt volgens mij naar mango. Hij is in ieder geval oranje en... Ja, ik weet niet. Ik vind gewoon bijna alle IKEA geurkaarsen lekker, want ze zijn subtiel, fruitig meestal en ze doen het gewoon goed en ze zijn goedkoop. Dus deze blijft altijd wel lekker en is een beetje fruitig in dit niet zulke hele fruitige, frisse weer. Maar als je dan toch nog een beetje in de winterstemming wil blijven, dan is deze van Yankee Candle in Candy Cane Lane ook heel lekker. Want het is namelijk een zoete pepermuntgeur. Dus het is heel fris, pepermunt, maar wel met iets zoets erdoorheen, waardoor het echt een snoepig iets krijgt. Deze vind ik zelf mega lekker. Ik ben heel zuinig mee, want ik vind hem gewoon veel te lekker. Maar ik zou hem gewoon vaker moeten branden, want het is bullshit. Ik heb al zoveel kaars, waarom zou ik zuinig zijn met zo'n kaars? Deze is trouwens van sensationalhome.nl, als je die wil kopen. Wat drink je en eet je tijdens me-time? Nou, ik drink graag thee of warm chocolademelk, maar thee vind ik heel lekker. En dan is deze thee vooral heel erg lekker. Ik ben nu even de naam vergeten, maar ik zet hem even hieronder van welk merk het is. Dit is van die thee die je heel makkelijk kan drinken voordat je gaat slapen. Meestal als je me-time hebt, dan wil je daarna ook gewoon lekker gewoon rustig gaan slapen. Dus van deze thee word je helemaal relaxed. En kalm en een beetje slaperig. En ik vind het zelf wel heel erg lekker. En hij is super yummy. Deze mok is een beetje kerstig, maar dat maakt niet uit. Het blijft gewoon lekker in de kerststijl. En mijn guilty pleasure is dus echt wel bastonje koeken. Ik vind gewoon die kruidige smaak van bastonje koeken zo bizar lekker. Dus ik neem er bij deze eventjes eentje. Maar ik heb hier ook nog andere koeken. En dit zijn jodenkoeken met chocolade erop. En die heb ik dus laatst ontdekt. En die zijn ook echt super lekker. Ik weet het niet. Ik hou ook heel erg van chips en van snoep en van chocola. Maar koekjes blijven een beetje het me-time ding, omdat je er gewoon heel makkelijk van kan blijven eten. En ik weet niet, ik hou wel van crunchy dingen. Ik hou ook niet van zachte koekjes of zo. En je kan ze in de thee lopen. Ga je wel eens de deur uit tijdens me-time? Ja, er zijn dus eigenlijk twee soorten me-time. De me-time waarbij je thuis blijft, gewoon lekker in bed gaat liggen met een serie of een film, een maskertje opdoet, wat dan ook. Of gewoon me-time waarin je gewoon jezelf verwend en even tot jezelf kan komen. En dat doe ik dus ook heel vaak, want ik vind het heel lekker om in mijn eentje in een cafeetje te zitten. Dat zullen anderen misschien raar vinden, maar ik vind het echt heerlijk. Gewoon lekker mensen kijken, lekker genieten van een kopje koffie. En ja, ik doe dat dus echt best wel vaak. En ook wat de volgende vraag is, ga je wel eens alleen naar de film? Ik ga best wel regelmatig alleen naar de film, want ik heb gewoon niet altijd iemand om mee te gaan. En ik wil gewoon wel eens graag films in de bioscoop zien. En dan denk ik van, waarom zou ik niet in mijn eentje gaan? Want ik bedoel, ik ga toch niet praten tijdens de film. Het is niet echt een sociale gebeurtenis. Dus ja, ik ga best wel regelmatig alleen naar de film. Je zou het ook eens moeten proberen. Het is totaal niet awkward, want het is niet alsof je, zeg maar, iemand nodig hebt om je op je gemak te voelen. Want je bent toch naar een film aan het kijken. Net zoals dat je zou doen als je in bed zou liggen. Wat is je favoriete webshop? Ah, ik heb er echt heel veel. Veel te veel. Op het moment Hema.nl. Gek genoeg. Maar Hema heeft zulke leuke dingen. En daar kom ik altijd pas achter als ik op de webshop zit. Want ik vind webshops veel overzichtelijker dan een gewone winkel. Want een gewone winkel vind ik te groot. Moet ik heen en weer lopen. Zijn er andere mensen. En dan verlies ik het overzicht. Maar Hema heeft echt hele leuke dingen. Daar ga ik deze week een artikel over schrijven. Paper Chase vind ik ook ontzettend leuk. Want daar heb je heel veel leuke notitieboekjes en bureauaccessoires. En dat is echt mijn favoriete ding. Qua kleding blijven toch Boohoo, Forever 21 een groot favoriet. Maar ook voor sieraden en zo is ASOS echt een hele goeie. Ja, ik weet niet. Mijn favoriete lijstje van webshops blijft altijd een beetje hetzelfde. Als je echt houdt van schattige dingetjes, dan moet je ook eens kijken op odear.com. Ik zet alles in de beschrijving. Volgens mij ben ik steeds niet in focus omdat ik te dichtbij ga zitten. Sorry. De laatste vraag is, heb je nog wat toe te voegen? Nee. Maar ik wil wel zeggen dat het heel belangrijk is om me-time te houden. Ik ben iemand die heel snel over mijn eigen grenzen heen gaat. En als ik me dan niet lekker voel, zoals nu eigenlijk een beetje, dan denk ik van, oké,
niet aan denken, Teske. Gewoon gaan werken, daar naartoe, daar naartoe, daar naartoe. Waardoor je uiteindelijk alleen nog maar zieker wordt en nog vermoeider en uiteindelijk nog langer niks kan doen. En dat werkt niet. Dus luister naar je hart en naar hoe je je voelt. Want je lichaam is je beste instrument. Hetgeen waar je het mee moet doen. Hetgeen waar je het mee moet redden. Natuurlijk heb je ook nog wel je geest. Maar als lichaam niet goed werkt, dan is geest vaak ook niet in balans. En ja, laten we het niet te zweverig maken. In ieder geval, me-time is belangrijk. Het is gewoon iets om lekker tot jezelf te komen. En dat heeft ieder mens nodig, volgens mij, man en vrouw. Ik ga nog even verder aan mijn slaapthee. En hoop ik dat jullie het een leuke video vonden. Vera, nog bedankt voor het taggen, ook al is het alweer 4 maanden geleden. Ja, dan zeg ik bedankt voor het kijken. Als je de tag wil overnemen, voel je vrij. Ik zet de vraag in de beschrijving. En dan zeg ik bedankt voor het kijken, nog een keer. En tot de volgende keer. Doei doei. Allemaal stonje koeken opeten. Hallo, dames en heren. Vandaag ga ik waarschijnlijk een van de gekste setjes Japan snoep maken die ik ooit heb gemaakt. Namelijk, ik weet niet hoe die heet, maar het is een wc. Ik ga een wc maken. En dan komt er schuim uit.